Intussen zijn jullie al een knappe 40 jaar samen. Dit jaar 40 jaar. Fantastisch. Ja. Uh, jullie hebben dat lang verborgen gehouden. Of, of ja, toch. Belkens wel eens te zeggen, naar, 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 naar het publiek toe, mm -hmm. naar de mensen. Ja. Omdat wij uit een, een tijd komen, er, was, er waren geen gsm's, er waren geen internet, er was uh, geen. Ja, zo'n informatie zoals. De wereld hier, was nog nu, geen was Big was Brother. Het was totaal brother. anders. Ja. Nee, nee. En toen hebben wij elkaar leren kennen, toen ik ook stilaan. Uh, dat vakken wilden, hebben we dat wel duidelijk samen besproken? Van, ja, van, hoe moeten wij nu dan met het publiek omgaan? We, en toen hebben we samen besloten: ja, maar als wij naar de, de bakker gaan, hebben we kopen daar een taart. <laughs> uh, gaan we niet zeggen dat we die taart kopen van hey, La, van hoe zit dat met u hier? Uh, is dat uw vrouw? Of is dat uw maîtresse? Of, uh, of ge, allee, dat je ge gevraagd daar niet? Mm -hmm. En uh, vanuit dat standpunt vonden wij van eigenlijk hebben mensen. Daar eigenlijk geen affaire mee. Bedoel, want wij, allez, bij, Luc was presentator, ik zanger. En daarmee wel. En wij zijn entertainers. En maar wij, ja, in die tijd werd ook niet over het privéleven gepraat. Toch veel, veel, veel minder. Mm -hmm. Je wist in de tijd van, als de mensen Armand Pie nog kennen. Of, of, van van, uh, of Sonja Barend. Of, mm -hmm. uh, je wist niet van, is die Sonja Barend getrouwd? Heeft die kinderen? Is die, nee, dat was uh, zo gewoon dat je, beeld van op, de, van op tv voilà, en voilà. van in de ja. blaadjes. En... En, en van daaruit, want sommige mensen vinden dat hypocriet. Ik vind mm -hmm. dat niet hypocriet. Alles, in zijn, alles in zijn tijdsgeest, Alles in zijn tijdsgeest. En op een bepaald moment hebben we dan ingezien met... Inter, allee, toen internet er was, dat alles over iedereen... Transparant. En ...dat we ook erop. zeiden van, ja, maar eigenlijk hebben we daar geen probleem meer mee. Nee. nee. En dan mama. Ja, het is jouw zoon natuurlijk. Dus op een gegeven moment merk jij ook van... Mm, Bart valt misschien op mannen. Hoe is, dat, hoe is dat jou opgevallen? Ja, hoe dat dat precies... <coughs> hoe dat, dat precies opgevallen is... Weet ik niet. Herinner ik me niet zo goed. Maar ik had toch het gevoel dat hij... Ja, anders zo. Was. Ja, minder naar de meisjes om duur keek. En ik heb hem toen een keer gevraagd. Ik zei, Bart zeg uh, Zijt jij voor de jongens? Maar nee, maar, zegt hij. Dus hij ontkende dat. <laughs> en ik heb hem dat later een keer gezegd. Zeg, nee, je nee, maar jij had het anders gezegd. Jij zei: Jij zit toch niet voor de jongens? Dat is het, de manier waarop ja, dat ja, het ja. aanbrengt. Dat, ja, ja. Zei, ja. Gij, dat is niet waar. <laughs> ja. Hij fantaseert al. Nee, dat, is... dat is niet waar. Ja, maar het is ook het gevoel. Misschien heeft dat zo aangevoeld, maar ik heb het zeker ze ja. zo het niet bedoeld. Vragen. Dat is ik eigenlijk het... jammer dan, dat ja. je dat anders aangevoeld hebt. Ja, want anders had ja het... maar dat was helemaal in het begin zo. Van, van... Ja. Ik, want ik zeg in mijn puberteit, ja, keek ik naar de meisjes. Ik ging met meisjes mee en weg en zo. Uh, met jongens niet, want ja, ik ging dan naar discotheken met meisjes. Uh, mm -hmm. uh, alhoewel, discotheken, wat meer eens iets gaan drinken. Zo van, hè, want ik was toen nog jong. Maar dat was eigenlijk een zoektocht. En, en een zoektocht van... Dat was voor mij ook een probleem. Hè. Ik bedoel, want mensen denken van... Goh, uh, die weten dat allemaal direct. Of, of dat is een keuze. <laughs> dat is helemaal nee, geen keuze. Dat kan uh, spontaan eigenlijk. Ja maar, ja, maar voor veel mensen die, die, geen, ja, die, die hetero zijn, die, die totaal... In die wereld die kennen, denk ik dat wij dat kiezen. Nee. <laughs> dat, maar dat is niet. Ja. Uh, een hetero kiest ook voor, voor mm -hmm. uh, allee, op zijn ja. manier, dus uh, dat is eigenlijk hetzelfde dus eer dat je erdoor bent op die, die keuze, dan, dan dat duurt wel even ja. hè? En, uh, en hoe heb uh, jij dat dan ja. uiteindelijk aan je ouders verteld? ja, maar dat is oh, eigenlijk geleidelijk ben... <coughs> ja. nou, ik ben je eerst ik, ik, ik ben dat uh, oh, eigenlijk niet verteld, maar ja dan zag ik het wel en, en dan moest ik het hem niet meer vragen, ja het, <coughs> hij was al samen met Luc, dus mm -hmm. uh, nee, wij hebben er thuis nooit, met een man ook we nee, hebben er nooit een probleem nee. van gemaakt all the way